onderwerp, Noordzeevis uit de Muiden, dat ligt mij na aan het hart. Mijn moeder, de vader heeft in de vis gewerkt, opgegroeid in de Muiden. Vis was er altijd. En ik vind het ontzettend leuk dat we vanuit City Marketing het ook in onze opdracht hebben om Noordzeevis te promoten. Want het is gewoon ontzettend belangrijk. Het verhaal over de vis moet verteld blijven. En een van de plekken waar dat gebeurt, en dat staat ook naast mij, Wilhelmina, Oostenrijk van het Zee- en Havenmuseum. Daar wordt al sinds jaar en dag het verhaal verteld van de visserij. Je vertegenwoordigt het museum hier op het podium. Wat is het eigenlijk voor museum? Het Zee- en Havenmuseum is eigenlijk, denk ik, op de mooiste locatie in de Muiden gevestigd. Aan de kop van de Vissershaven, op de havenkade. Het museum is gevestigd in de oude visserijschool. Die is in 1916 gebouwd. En in dat gebouw mogen wij het museum nu runnen. Het is een vrijwilligersmuseum. En wij hebben in totaal 3 verdiepingen, een uitkijktoren en 13 zalen. En in die zalen daar laten we zien geschiedenis en ontwikkeling van het Noordzeekanaal. En van de Muiden. En daarnaast de maritieme activiteiten, visserij en industrieën in en rond de Muiden. Want ik ben het vergeten te vermelden, jij bent conservator van het museum, hè? Niet helemaal, ik ben curator. Curator, ook. Okay. Het verschil is dat de curator, dan richt je de tentoonstelling in en alle zalen. Wat wij ook willen is elk jaar een zaal opnieuw inrichten. Dus we hebben er nu 6 gehad. Dus... En voor de mensen die er nooit geweest zijn, wat zijn nou dingen die we echt moeten zien als we in het museum zijn? Nou, ik denk sowieso onze, wij noemen dat de historische zaal. Daar zie je de techniek die gebruikt is bij het graven van het Noordzeekanaal. En daar hebben we het sluisplein in 1900, dus toen het klaar was, het Noordzeekanaal, hebben we nagebouwd. En ja, het is gewoon heel interessant om die geschiedenis te zien. Misschien even in aanvulling op wat jij vertelde, dat je hier geboren bent. Ik woon 12 jaar in de Muiden. Net zoals de burgemeester was ik nog nooit in de Muiden geweest. En ik ben voor de liefde hier naartoe gekomen. En bij het museum begonnen, dus ik denk dat ik meer weet van Muiden dan veel inwoners. Dus, hoe belangrijk is het dat we dat verhaal blijven vertellen? Want we hadden net even over 150 jaar en Muiden 150 jaar Noordzeekanaal, wat er over 2 of 3 jaar aankomt. Hoe belangrijk is het dat we dat verhaal of die verhalen blijven vertellen? Ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon om. Het is altijd wat de voorzitter van het museum altijd in zijn voorwoord schreef van een blad wat we uitgeven. Om je koers te kunnen bepalen, moet je weten wat je afgelegd hebt, waar je vandaan komt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. We krijgen ook elk jaar de schoolklassen, veel schoolklassen uit Velzen. En ook die kinderen, die leren wij over, vertellen wij over het graven van het Noordzeekanaal. En daar zijn echt vaak nog kinderen bij die geen idee hebben wat er in de Muiden allemaal gebeurd is in het begin. Dus dat geeft het belang ook aan van het blijven vertellen van die verhalen. Daarover gesproken, sinds dit jaar hebben we eindelijk rondleidingen in de visafslag. Hè. Dat moest even wel doorgesproken worden met CA van Muiden en met andere partijen natuurlijk in het gebied, want dat was ook niet zomaar geregeld. Wat kun je daarover vertellen? Hoe is dat dit jaar gegaan en gaan we daar nog mee door? Ja, dat is echt heel goed gegaan. We hebben Jan Zwanenburg, bij veel mensen heel erg bekend, volgens mij zit hij ook in de zaal. Die geeft elke 2 weken, hebben we afgesproken met hem, doet hij een rondleiding op donderdag. Want op donderdag en vrijdag... Vroeg je bed uit, hè? Ja. Donderdag en vrijdag dan komt de vis, dan wordt normaal gesproken vis gelost. De andere dagen is dat niet bij de visafslag. De rondleiding begint om 6:30. Het duurt meestal, probeert hij wel, in 2 uur te eindigen. Soms duurt het wat langer, hangt er van net vanaf hoeveel activiteiten er zijn. Maar je ziet echt alles op de visafslag. Dus het begint bij de kotters die er liggen, waar de vis uitgeladen wordt. Dan kom je in de zaal waar de vis allemaal in kisten wordt gedaan, schoongemaakt, gesorteerd. En als laatste de mijnzaal. Dus, de mijnzaal, maar wat voor de mensen hier in de zaal, wat betekent dat? De mijnzaal is waar de vis verkocht wordt. Dus vroeger. En dat kun je nog in ons museum zien. Was het zo'n klok, zo'n grote klok, heeft vast iedereen wel eens gezien. En dan werd er op een knop gedrukt en dan die klok draaide terug.
En dan op de prijs waar die stopte, daar kocht men dan de vis voor. Nou, tegenwoordig gaat het ook allemaal via computer. Maar het principe blijft hetzelfde. Er gaat een klok draaien en de prijs gaat terug. En de vis wordt gekocht. Ik kijk met een schuin oog naar de klok. We zijn weer lekker aan het praten. De rondleiding krijgen een vervolg, volgens mij. Wanneer kunnen mensen om 6:30 ochtends weer in het nieuwe jaar zich melden? We gaan in februari weer beginnen. En steeds om 6:30, op elke 2 weken op donderdagochtend. En dit jaar hebben we zo'n 200 mensen sinds april hebben we rondgeleid daar op de visafslag. En ja, we vinden het een fijn succes. Dankjewel.